Hoi en welkom bij de Kracht van Enschede. Vandaag gaan we het hebben over naberschap en wederopbloei. Ja, eerst even iets heel anders. We werden opgeschrikt door het bericht dat Jesper Benes is overleden. Jesper is een van de studenten die op 18 februari van dit jaar bij ons aan tafel zat om te praten over Enschede als studentenstad. En we wensen zijn familie, nabestaanden, iedereen om hem heen heel veel sterkte in deze waanzinnig rare tijd voor hen. Een beetje gek om zo te schakelen, om van eigenlijk verdriet naar eigenlijk plezier te gaan. Maar we willen het toch heel graag even met jullie delen. We gaan het vandaag hebben over wederopbloei. De afgelopen coronajaren is er veel narigheid geweest, maar ook veel positiefs in gang gezet. En daarover gaan we vandaag aan tafel praten met enkele initiatiefnemers en juryleden van Fonds Wederopbloei. Ja, en er zijn nog andere initiatieven, hè? Cultuursteun Corona bijvoorbeeld. Er is ook een grootschalige actie opgezet om eenzaamheid in Enschede en de regio te bestrijden en misschien zelfs te voorkomen. Nou ja, al dat soort initiatieven hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Maar het is goed om af en toe even de thermometer erin te steken en dat gaan we vandaag doen om te beginnen dus bij het Fonds Wederopbloei. En bij ons aan tafel zitten Benny Beuvink en Marijn Mengels, lid van de stadsjury die beoordeelt. We zagen jullie al een keer eerder. Maar ook twee mensen die geld hebben gekregen uit het fonds. Daar gaan we zo meteen over hebben. Bram Remy en Mathilde van de Veen. Welkom. Om bij jullie te beginnen. Toen wij, ik weet niet eens meer wanneer het was, januari, december. Ja, klopt. Met elkaar hier zaten. Toen was net de eerste zak geld uitgedeeld. Ja. Bij hoeveel zakken zijn we inmiddels? Hoeveel zijn er uitgedeeld? Nou, maar één. Vertel eens. De tweede is nu net afgesloten. Dus we hebben een tweede hele leuke ronde gehad met heel veel mooie initiatieven die we beoordeeld hebben met elkaar met de stadsjury. En de tweede ronde is afgesloten. Geld is uitgedeeld. Initiatieven zijn in ontwikkeling en uitvoering. En mensen kunnen nog tot 1 mei voor de nieuwe ronde aanmelden. En dan tot 1 augustus voor de laatste ronde. Leg eens even uit. Wat kun je met die zak geld? Want het heet Fonds Wederopbloei, maar kun je ook iets vertellen over het initiatief? Zeker. Het fonds is in leven geroepen om initiatieven om de stad mooier te maken na corona en weer te laten opleven, opbloeien en echt ook even positieve energie te geven. Daarvoor is het opgericht. En wij als stadsjury zijn allemaal leden uit verschillende expertises, zeg maar, die met elkaar kijken. Wat is het nou voor initiatief? Wat heeft het voor toevoeging? Wat voor impact heeft het? En is het ook echt iets wat de stad mooier maakt? Ja, en wat is het, vanuit welke bril heb jij in de jury gezeten? Ik ben jarenlang zelfstandig ondernemer geweest in de horeca wereld. Dus vanaf met die blik kijk ik. Maar ik heb sowieso een heel groot hart voor Enschede, voor de binnenstad. Voor alles wat de stad mooier en levendiger maakt, wat positieve energie geeft en voelbaar maakt. Dus zo kijk ik ernaar. Maar ik kijk er ook wel naar van, is het een haalbaar initiatief? Heeft het ook echt iets toe te voegen? Of is het een eenmalig iets wat weinig impact heeft? Ja, allemaal verschillende. Wordt het geld goed besteed? Is het te verantwoorden ook de manier waarop het uitgegeven wordt? Of het geld goed besteed wordt, dat is wel een interessante. Want we hebben een van de projecten gevolgd. Daar komen we zo meteen op. Maar Benny, is het grenzeloos het type idee? Of zitten er wel bepaalde kaders aan? Nee, wat het voor ons heel erg mooi maakte is dat we in het begin elkaar niet kenden. Dus we wisten niet precies wie er allemaal in die jury zaten en met welke blik. Dat vroeg je net. Ik keek vanuit mijn ervaring als politieman maar naar de kracht van bewoners. Die hebben soms een bepaalde insteek wat instellingen minder hebben. Maar die weten dan ook soms precies wat er nodig is. En wat ons opviel soms in sommige voorstellen, dat bewoners met name niet zoveel vragen. Echt zuinig zijn in een aanvraag. En dat je soms bij instellingen ziet dat ze maximaal vragen, namelijk 50.000. En vonden wij als jury, daar houden we dan ook wel toezicht op, dat we het idee hebben van, ja, is het haalbaar? Gaat het weer erop bloeien? Of is het een project waarvan je denkt, nou, ik weet niet of het haalt. En die 11 mensen kijken allemaal anders. En wij groeien ook iedere keer. Jullie bepalen daar met z'n 11 eigenlijk de kaders van, ja, wat is nou een idee wat wij willen honoreren en wat niet? Ja, daarvooraf is een groep mensen vanuit de gemeente actief om te kijken, ja, kan zo'n initiatief ook via een bestaande subsidie? En die worden ook geholpen met, mocht het voorstel nog niet helemaal goed zijn, maar dan kun je bij die mensen terecht, bij Rob en bij een ander team, om te kijken van, nou, hoe brengen we op een A4 terug
van wat er nodig is en wat willen we er precies mee. En dan heb je kans dat je geld krijgt uit het Fonds Wederopbloei. Zo kreeg ook William Spinmuis geld. Hij werkt met zogeheten grootspoortreinen en doet dat veelal met de kinderen samen. Die kunnen er dan mee spelen, op welke manier dan ook. Maar ja, die treinen die waren wel aan reparatie, soms zelfs vervanging toe. Hij kreeg geld en wij gingen eens kijken of die treinen inmiddels weer rijden. Nou, dit is bijvoorbeeld, vertel ik er ook maar meteen even bij, dit is bijvoorbeeld een trein die ik heb aangeschaft voor de groep van 14 tot en met 99. Dit is toch wel een qua draaistijl een stukje moeilijker en is dus niet geschikt voor de kleinere kinderen. En ja, weet je, de iets grotere en de volwassenen, die kun je niet met een simpel treintje iets kunnen laten gaan doen. Dus dit is dus specifiek een iets uitgebreidere trein. Om toch ook meer een beetje uitdaging te geven. En misschien straks voor als ik in een verzorgingshuis sta, om een stukje herinnering naar boven te halen. Nou, mijn project behelst eigenlijk ondersteunen van kinderen en goede doelen en doelgroepen met grootsporttreinen. Dus het zelf aanraken, het zelf opzetten, het zelf besturen. Gewoon puur het ervaren. En ook op een locatie of waar ze dan ook zijn. Het even vergeten van de gedachten die ze op dat moment hebben. Kijk, zoals ik dus al aangaf, zei ik dus van, ik sla binnen alles op. Oh ja. En hier staat dus in principe de hele baan. Alles wat ik voor de kinderen mee kan nemen, zit allemaal tot en met achterin vol met kisten. De tafel staan er, de aluminium bruggen, klapbruggen hangen er. Dus als ik bijvoorbeeld ergens heen ga, dan kan ik even hier op locatie uitzoeken, wat neem ik mee? En de rest gaat gewoon in de kist, in de auto. Nou, ik ben zoals gezegd, ik zou per 1 april beginnen en dat heb ik ook meteen goed gedaan, want ik ben dus in contact gekomen met iemand van de gemeente en van het COA om te kijken of we de baan bijvoorbeeld een week lang in het noodopvang kunnen zetten en dat is gelukt. Nou, dat ging op zich meteen van de eerste dag aan. Ze zagen dat ik binnenkwam. Het was goedemorgen, allemaal heel vriendelijk. En ik kwam, do you need help, do you need help? Dus ja, op een gegeven moment kwamen ze ook wel meehelpen met uitladen. En twee mannen die hebben mij geholpen met het opbouwen. En ja, zo weet je, ga je toch een beetje, omdat het toch wel een vrij grote ruimte is met veel mannen. Sommigen die hadden geen interesse, begrijpbaar, maar anderen die vonden het wel leuk. En ja, weet je, zo ben ik zo'n beetje de hele week doorgekomen op een paar uurtjes per dag. Dus 's morgens met de kinderen, met de volwassenen en 's middags met de kinderen. Bij de noodopvang waar ze het dus hadden over de Gandhi dances en de kromme rails, hoe ze dat terugzetten. En dit wordt dus een display, die wordt helemaal aangekleed met figuren erbij. En een stukje audio met een geluidskaartje met de muziek van de Gandhi Dancers, dat ze dus dat ook fysiek kunnen zien. Dus. Kijk, ik heb dus specifiek dit boek meegenomen, daar staan een beetje alle modellen in wat ik gebruik. En dan ga je op een gegeven moment met de mensen aan de praat van, ja, hoe noem je deze lok? Nou, dat staat hier dan, als dit er niet onder zou staan, dan ziet iedereen, ja, oké, dat tekentje. Maar wat is dat voor een tekentje? Nou, dat is Qatar Bakari. Dat is deze lok. Nou, dan gaan we dus verder. En dan ben ik dus met die mensen op een gegeven moment met die mannen om tafel gaan zitten. En dan komen we hier. En dan hebben we dus bijvoorbeeld Urdu, Arabic, allerlei talen. Yeah. En zo ben ik dus eigenlijk met hun een aantal bladzijden doorgelopen voor kleine specifieke dingen voor de vertaling. Bij sommige volwassenen bijvoorbeeld ook een oudere man die kwam erbij en hij zegt thuis in Syrië zegt hij had ik visjes. Hij was een kok, had ik visjes en dat ontspande mij en hij zegt ik ga hierbij staan. Hij zegt ik vind het prachtig zegt hij om naar te kijken, ik word er rustig van. Nou weet je, dat zijn van die kleine dingetjes wat er allemaal bij hoort. Wat heeft de ondersteuning mij gebracht? Eigenlijk heel veel. Zoals ik al aangaf, het is of de stekker eruit of dom doorgaan. En dom doorgaan had ik echt geen zin in en de stekker eruit al helemaal niet. En nou ja, met het toegekende budget heb ik dus eigenlijk de nodige basisdingen voor de uitbreiding en andere dingen voor dit project heb ik kunnen aanschaffen.
Marijn en Benny. Jullie hebben William tijdens de vakjury dus een positief oordeel gegeven. En nu zie je hem weer terug. Wat doet het met jullie? Ja, prachtig om te zien dat hij nog meer opgebloeid is ook zelf. Om het nog mooier te maken met die trein. En dat hij ook iets heel moois heeft bijgedragen nu voor vluchtelingen. Ja, je ziet af en toe een ding op papier en denk je, een volwassen man met treintjes, hoe dan? En nu zie je, zie je wat hij ermee allemaal doet en wat het veroorzaakt bij mensen. En wat de impact is. Ja. Ja, en toch ook interessant, want ik zei al, hij doet dat veel met kinderen. En je had van tevoren niet kunnen bedenken dat hij dat nu zou kunnen inzetten om vluchtelingen enigszins wat vermaak te geven op die plek waar ze zitten. Maar dan zie je dus ook wat zo'n injectie doet en hoeveel positiviteit dat en energie en activiteit dat aanzwengelt, zeg maar. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Hey, hoe zit het eigenlijk voor jullie? Want deze reportage, we zijn er gewoon bij hem op bezoek gegaan. Zijn jullie als stadsjury ook echt bezig om actief te kijken naar wat er gebeurt met dat geld? Nou, dat kan ik niet vertellen. Ik heb toevallig mijn laatste werkdag als wijkagent, politieagent, had ik een meerdere jurylid die wou ook wel eens kijken hoe het bij de politie ging. Dus toen zijn we een aantal van onze projecten die we toegekend hadden, is langsgegaan en gevraagd, nou, hoe gaat het? Maar dan kreeg je dit soort reacties van dat het die mogelijkheid ook volledig benut wordt en dat dan mensen al bezig zijn, maar ook wel soms tegen dingen aanlopen die ze anders voorgesteld hadden, maar die dan tijdens de realisatie toch wel weer wat bijstelling vragen. Nou, daar leren wij ook weer van door er te kijken. Het is wel mooi om dat weer... Zijn jullie streng? Nee, we zijn niet streng, behalve als het gaat om gemeenschapsgeld. Ja. En die term hoor ik vaker bij juryleden, dat wel een punt is van, het dus is geld opgebracht door de gemeente. Dus je moet er heel verantwoordelijk mee omgaan. Het is niet zo dat je het weggeeft. Nee, het moet ook. Moet wel echt een goede bestemming krijgen. Zijn er nog andere mooie initiatieven nu gehonoreerd? Heel veel. Er zijn trouwens ook hele mooie initiatieven die niet gehonoreerd zijn. Hè? Laten we dat ook noemen, want we hebben een aantal pitches hebben gezien. Want dat is de manier waarop wij werken. We krijgen eerst een voorstel op papier en vervolgens nodigen we van die voorstellen op papier een aantal uit die voor de stadsjury mogen komen pitchen. Dus echt een idee live mogen laten zien, soms met een kleine voorstelling erbij of iets anders. Dus dat is hoe we werken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mooie initiatieven die misschien niet een geldbedrag toegekend krijgen, maar die wel heel mooi zijn voor de stad, maar die misschien net wat minder goed passen of gewoon ook pech hebben met de aanvragen om hun heen die nog wat mooier waren. Mooi. Marijn, dat voorbeeld van een springkussen. Ja, dat is ook een hele dat mooie. Dat was een gering bedrag voor minder valide kinderen en denk je, hoe springen? Maar die gaan erop leggen en dan door dat aan de zijkant duwen, komen ze in beweging. En dan geeft dat een heel fijn gevoel voor ouders, voor verzorgers. En dat kussen konden ze ook gebruiken bij andere activiteiten. En dit is een aanvraag geweest van een speeltuin, van een buurtvereniging. Mm-hmm. Allemaal vrijwilligers die dus wat willen organiseren voor minder valide kinderen. Maar ook voor hun begeleiders een hele mooie dag willen maken. En die een bedragje hebben aangevraagd bij het Fonds Wederopbloei. En het liefst met een springkussen om hem aan te schaffen, zodat ze dat ook meerdere malen achtereen konden gebruiken. Maar ook waardoor ze konden borgen dat het niet één keer een eenmalig iets is, maar dat ze het echt vaker kunnen uitvoeren. En die hebben we ook toegekend. Ja. Een brede range aan activiteiten die geld krijgen. Straks dan praten we met schrijver Bran Remy en ook met Mathilde van der Veen van het Wilmengtheater. Want ook zij kregen geld uit het Fonds Wederopbloei voor de serie Huizen Enschede. Huizen Enschede is een theaterserie over het Enschedese studentenleven. En de bedoeling is om de verhalen van het studentenleven van Enschede op het podium te krijgen. Nou ja, de maatregelen van de afgelopen 2 jaar, die heeft voor mij en voor mijn medestudenten gewoon wel heel veel impact gehad. Dat is wel zwaar voor studenten, omdat het juist de periode is waarin je vol met energie zit en veel dingen wil ondernemen. Door een maandelijks terugkerende theaterreeks te organiseren, niet alleen hier in het theater, maar ook deels online, halen we studenten uit een isolement wat vanuit corona is ontstaan. Het gaat vooral over ontmoeten en verbinden. Ik ben langs de huizen geweest om daar interviews te houden met die huizen en daar heb ik heel veel verhalen mogen ophalen. Op het podium zien de studenten heel erg hun eigen verhalen natuurlijk terug, dus ze herkennen zichzelf. Daarmee worden ze mede-eigenaar van het concept wat we opzetten. En is alle input welkom en wie weet waar we dan eindigen.
Ik hoop dat het gewoon heel veel verhalen bevat die echt laten zien hoe het studentenleven is. Zowel dronken leuke verhalen, maar dat zijn ook verhalen over moeilijke momenten die mensen samen hebben meegemaakt. En die echt de essentie laten zien van wat het studentenleven allemaal bevat. Een meer kritische benadering te hebben van dat studentenleven. Dus bijvoorbeeld over dat je eerlijk moet zijn naar elkaar, over dat je je eenzaam voelt. En hopelijk zorgt dat ervoor dat je de zaal verlaat met een breder mensbeeld. Ja, Bram, ik hoor jou in die video zeggen het doel is om het studentenleven van Enschede te laten zien. Misschien wel ook in zijn rauwste vorm soms. Aan de andere kant hoor ik ook Ellen Wissen van Wilming Theater zeggen het doel is ook om studenten na corona weer uit hun isolement te halen. Is dat een tweeledig doel wat je probeert te bereiken met zo'n voorstelling? Ja, het sluit op elkaar aan, denk ik ook. Want juist te laten zien wat de rauwe kant van het studentenleven is, maakt het authentiek. En dat zorgt er ook voor dat veel mensen naar het theater willen komen. Is die voorstelling alleen voor studenten om te bezoeken of is dat gewoon voor iedereen? Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Iedereen mag natuurlijk de voorstelling bezoeken. Het is natuurlijk wel gericht op studenten en het is gemaakt door studenten. Dus dat is ook de doelgroep. En de verhalen die ik gebruik zijn ook van de studenten, dus daar zal heel veel herkenning in zijn. En ik probeer dan ook, vooral met de scripts, probeer ik een diepere inslag te vinden, dus ook een kritische inslag te vinden. En dat maakt het dan ook weer authentiek en dat is ook rauw, want het studentenleven is gewoon wel een rauwe periode. Ja. En hoop je dan, moet ik het zo voor me zien, dat door wat de studenten in het theater zien, hun eigen verhalen, dat die gewoon plain op tafel worden gelegd, dat er later, na de voorstelling in de foyer bijvoorbeeld, met elkaar een wat diepere laag van het leven wordt aangesneden? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus dat maakt ook dingen bespreekbaar die je misschien in eerste instantie niet zou bespreken. Juist omdat je het ziet en omdat het dan gedeeld wordt en omdat het dan, dat maakt het bespreekbaarder. En de werkwijze is dus verhalen ophalen? Bij studenten zelf, ja. Dat tot een script ombouwen, dus dat daar een theatervoorstelling van komt, ja. In een serievorm. Ja. Dus hoe moet ik dat voor me zien? Stel dat ik zou daar naartoe willen, of ik ken studenten die daar naartoe zouden willen gaan. Nou, ik ben langs studentenhuizen geweest. Ja. Enschede heeft een hele rijke studentenstad wat dat betreft, met heel veel studentenhuizen en ook een aantal verenigingen. Er zijn meerdere verhalen die ik daar heb opgehaald. En die verhalen, ja, dat zijn natuurlijk heel veel losse verhalen. Dus die probeer ik te dramatiseren, zoals dat heet. Dus ik probeer daar gewoon wel een verhaallijn in te krijgen. In het proces ben ik midden bezig om dat te schrijven. En om te zorgen dat het authentiek blijft, ga ik ook met de studenten zelf aan de script zitten. Want ik denk dat niks zo irritant is als een overheidsfilmpje waarin mensen van de overheid een soort straattaal proberen uit te spreken. Studentenslang, maar dan niet goed doen. De taal moet goed zijn, vocabulaire moet goed zijn, want dan is het dus ook van de studenten. Hey, lul. Sorry. Ja. Ja. Soms. Ja. Ja. Benny en Marijn, dit idee ook voorbij zien komen? Ja. Ja. Waarom geld? Nou, wat mij in aanspraak was, dat de student, want je hebt het over ook wel de kracht van Enschede, maar Enschede en studenten staat. Zowel Saxion, UT en anderen, ja. We maken wel dat deze staat op een bepaalde manier levendig is. Ja. Maar je ziet het eigenlijk nooit hoe zoiets ontstaat. Je weet dat er studentenhuizen zijn, maar van binnenuit, waar die mensen allemaal wegkomen en hoe zich dat formeert en waarom er een verschil is, dat zie je niet altijd. En dat sprak me er wel op aan. Ik weet niet of jij op een andere manier... Nou ja, en ook heel veel onderwerpen die toch wel heel erg leven onder studenten, wat jullie zelf ook zeggen, om dat ook bespreekbaar te maken en studenten ook uit te nodigen om het daar met elkaar over te hebben. Dat kan natuurlijk een afloop in de foyer, maar het is nog fijner als het nog veel verder doorgaat en blijft doorleven in die huizen. Dus dat vonden wij er heel mooi aan. En inderdaad ook dat het zo authentiek is. Dus dat het niet nagespeeld iets is, dat het echt van studenten is, door studenten is en daardoor ook heel aansprekend. Mathilde, jij bent van theater. Ja. Dus bij jou gaat het plaatsvinden. Ja, klopt. Ja, en hoe ziet het eruit? Wat is het idee om het dan in theaterproductie te krijgen? Nou, we gaan het als serie in het theater laten afspelen. Maar het wordt ook gefilmd en het is ook online te zien. Wat jij al zei, de bedoeling is dat het heel aansprekend wordt. Heel erg gaat leven in de hele stad. En dat doen we door een hele grote online component ook. Te geven. Dus er komt een Instagram-pagina van Huize Enschede waar de personages eigenlijk een eigen gezicht, een stem krijgen. Dus die moeten eigenlijk een beetje gaan voelen als je echte vrienden.
We gaan met merchandise dingen doen. We gaan zelfs met Stanislaus een eigen Huize Enschede biertje brouwen. Dat mogen de studenten zelf gaan doen. Dus het wordt echt een community die we gaan bouwen. Om zo heel veel draagvlak te krijgen voor Huize Enschede. En, ja. Dus het is eigenlijk een crossmediaal idee, of wat, zo wordt het uitgewerkt. Ja. Zou dat ook op een andere. Is er een andere studentenstad die dit ook gedaan heeft? Of hoe, ja, zou het dan een ander verhaal zijn als je dat in een andere stad zou plaatsen als in Enschede? Wat hier heel erg bijzonder is, is dat in Enschede de huizencultuur heel sterk is. In andere steden heb je meer de verenigingen die heel sterk zijn. Maar die huizen die zijn eigenlijk nog onzichtbaarder wellicht dan in andere steden. En daar gebeuren gewoon hele spannende dingen. Vertel eens Bram, wat ben je tegengekomen allemaal aan spannende verhalen? Ja, ik heb ook besloten om een deels anoniem op te schrijven. En een puur inspiratie. Ja. wat ik zelf een van de grappigste verhalen vind is de zogeheten Walk of Shame. Dat is als er een flink feest is geweest in de studentenstad, dan zitten er sommige huizen die in de binnenstad zitten, die gaan gewoon even op uitkijk wachten tot er mensen, zeg maar, de ochtend na het feest in hun kleren van gisteren nog naar huis fietsen. En dan weten ze genoeg. En dan weet daarna ook de hele studentenstad genoeg. Zeg maar. Naberschap, als je het hebt over naberschap. Ja. Een soort naberschap, maar dan heel modern. Heb je nog verkeersborden gezien? Verkeersborden, bedoel je? Nou, die zijn... Pas op, hè, daar heb je een politieagent. Dat zijn ook vaak de trofeeën. Ja, zo bedoel je. Ja. Niks gezien, toch? Ik heb niks gezien. Geen actieve herinnering. Nee, geen actieve herinnering eraan. Ja, ik heb ooit in het Van Dijnse huis een bezoek gebracht. Daar hingen ook dingen dat ik dacht van, hoe kom je daar aan? Ja, wat heel leuk is ook het rivaliseren tussen huizen. Dus ze flikken wel eens dingen bij elkaar. Maar dat is natuurlijk ook het roze huis, dat is ook zo'n rivaal. Exact, ja. Dat hebben we ook allemaal wel kunnen zien. Ja, huizenpot. Ja, die moeten we even uitleggen. Dat werd geverfd en dan kregen de verf kregen ze er niet meer af. Nee, dat was met ook kindervriendelijke verf, volgens mij, die toch niet zo goed. Ja, wat ik had begrepen was dat ze het op hout hadden uitgeprobeerd. Maar dat het op steen of beton in ieder geval, waar het huis van gemaakt is, dat het er niet meer af kwam. Dat soort gekkigheden zitten er ook in? Ja, zeker. Ja. En telkens door dezelfde groep, begrijp ik dus, opgevoerd. Als in dat je echt een binding krijgt met de hoofdrolspelers. Ja, het idee is dat je hebt natuurlijk meerdere huizen hier in Enschede. Die hebben ook allemaal een eigen naam. Hubertus, je hebt Pot, je hebt Half Af, Huizen Dada. Nou, ze hebben allemaal een eigen naam. Dat is een van de mooie dingen, vind ik. En Huizen Enschede is dan ook een van de vele huizen die er is. De huisgenoten representeren heel erg de hele studentenbevolking hier in Enschede. Ja. Mathilde, wat kun je... Je hebt geld, extra geld. Jullie produceren, dat neem ik aan, een soort van als Wilming Theater. Wat kun je nou meer omdat je dat geld hebt? Of kun je het überhaupt maken omdat je geld hebt gekregen? Ja, we kunnen het überhaupt maken omdat we geld hebben gekregen. Ja, het is het kost meer dan we van jullie hebben gekregen. Maar we zijn heel blij met dat aandeel. En het is helaas niet genoeg om zo'n hele productie op te zetten. Maar we gaan ook op zoek naar andere fondsen. Het wordt natuurlijk beroemd. Het wordt beroemd. Wanneer gaan we beginnen? We gaan volgend seizoen, volgend theaterseizoen gaan we beginnen. En dan gaan we dus ook gelijk mee met de kick-in van de studenten. En hoeveel, want er wordt een serie, hoeveel komen er sowieso? Hoeveel afleveringen om het zo te zeggen? Een stuk of 10. Ja, dat is de richtlijn. Ja. Okay. Ja. Ja, ben benieuwd. Er zit nog geld in de pot, ongeveer 3 ton is er nog beschikbaar. Ja. En er zijn nog 2 momenten waarop je kan inschrijven voor een aanvraag kan doen. 1 mei is heel snel al. En dan is er nog 1 augustus. Dus mocht je nog een goed idee hebben voor het Fonds Wederopbloei, dan moet je snel zijn. Ja, dank voor jullie komst allen. Marijn Mengels, Benny Beuvink, Bram Remy en Mathilde van der Veen. En succes met jullie actie. Succes met beoordelen van de derde zak aan ideeën. En stuur ze op, zou ik zeggen. Zometeen gaan we hier praten over een andere actie die gehouden wordt in Enschede en Twente om eenzaamheid te bestrijden. Dat heet Samen 1 Enschede of Samen 1 Twente. Maar eerst gaan we naar muziek. Dit keer niet live, maar een stukje uit de documentaire Reconnecting van Chris Egbers. En die documentaire kan hij ook maken omdat hij geld heeft gekregen, dit keer uit de cultuursteun Corona. Wat het project inhoudt, dat vertelt hij zometeen. Maar eerst gaan we even luisteren. Dit is Breaking the Chains. Okay.
caught up in a lie. Been trying to keep your head up high, pretending nothing's wrong. This situation caught your hands and escaped the truth. Try to break it through, broke the bars, hid your scars. Someone caught you running. Start talking instead. Now you're no longer loved anymore, and you'll pass it on to keep by showing. Embrace the truth, let it be of use, show your scars. Breaking the Chains was dat uit het project Reconnecting van Enschedeër Chris Egbers. Het is een groter project dat hij aan het maken is. En dat kan hij doen met geld, dus uit de cultuursteun corona. En wij vroegen hem wat dat project precies inhoudt. Ja, ik heb de afgelopen jaar een pilotaflevering gemaakt voor een documentaire serie. En in die documentaire serie ga ik in gesprek met changemakers. Dat zijn mensen die iets negatiefs hebben meegemaakt in het verleden en dat nu eigenlijk omzetten in iets positiefs voor de maatschappij. En aan de aanleiding van het gesprek schrijf ik dan een song voor diegene en dat presenteer ik ook aan die persoon. En daarmee wil ik eigenlijk het verhaal van diegene ondersteunen. En in die pilotaflevering heb ik dan een gesprek gevoerd en een liedje geschreven voor Terry Akins. Zijn vader heeft vroeger lang in de gevangenis gezeten. En Terry geeft nu zelf coachings en trainingen aan gedetineerden in hoe ze toch een ouder voor hun kind kunnen zijn vanuit de gevangenis. En hij zet zich ook in voor de kinderen van gedetineerden en dat die goed opgevangen worden. Ja, het doel is uiteindelijk om een serie te maken van 6 afleveringen waarin ik dus verschillende changemakers ga spreken. Ik wil heel graag die serie op zo'n groot mogelijk platform uitzenden. Dus ik ben nu in gesprek met de NPO, voorgesprek aan het voeren, om te kijken of ik het daar kan uitzenden, of ik het met hun kan maken. Maar dat is allemaal nog heel erg afwachten. Maar dat is in ieder geval het doel daarvan. Tot nu toe heb ik best wel hele leuke reacties gekregen op de pilot. Mensen vonden het concept met name heel mooi en vonden het heel, heel oprecht. De muziek en het verhaal van Terry die ik gesproken heb. Wat er vooral nog beter kon, was nog wat meer diepgang en dat het nog netjes meer toegelicht mag worden wat hij eigenlijk doet. Dus die feedback neem ik ook allemaal mooi mee voor het vervolg. En ik denk dat we er nog sterkere afleveringen van kunnen maken voor de hele serie, zeg maar. Nou, de bijdrage van Cultuursteun Corona die heeft ervoor gezorgd dat ik die pilotaflevering heb kunnen maken. Ik heb nog een andere subsidie aangevraagd.
Maar het grootste deel kwam uit de cultuursteun corona. En voor mij heeft dat heel erg opgeleverd dat ik als muzikant niet alleen maar afhankelijk was van optreden. En zeker de afgelopen tijd was dat natuurlijk heel belangrijk. Daarom is die subsidie ook het leven ingeroepen. Maar dat ik dus iets anders had, een ander platform had om muzikaal te uiten. En ook iets bij te dragen aan de maatschappij eigenlijk. Middels van tafel Henk Abels en Rob Dieleman. Jullie zijn verantwoordelijk voor ook twee projecten waar we het net in het begin over hebben gehad. Namelijk Henk, projectleider van de actie Samen in Twente en Samen in Enschede. En Rob, jij bent verantwoordelijk voor De Kracht van Enschede, dit programma. Je bent producent van dit programma en ook een campagne daaromheen. En we gaan met jullie beiden in gesprek over deze projecten. Welkom. Henk, kun je nog eens vertellen, je bent al een keer eerder bij ons in de uitzending geweest. Twee geleden geloof ik. Ja, wat Samen in Enschede of in Twente inhoudt? Ja, wij hebben als doelstelling dat we bij willen dragen vermindering van eenzaamheid. En dat doen we met heel veel partijen in de stad ook, want het is best een ingewikkeld thema. Dat heb ik in de vorige uitzending ook uitgelegd. En we hebben 161.000 inwoners. En waarvan ongeveer de helft afgelopen jaar, met corona is dat natuurlijk nog wat erger geworden, last heeft gehad van eenzaamheidsgevoelens. En wij willen daar met een heel groot netwerk met al die partijen in de stad in ieder geval een verbetering in aanbrengen. Dat mensen daar wat minder last van hebben. Omdat als we dat niet doen, het ook heel veel gevolgen gaat krijgen op gezondheidszorg en het geluk. Nou ja, dat kun je niet alleen natuurlijk, maar wat wij gedaan hebben, we hebben een bijdrage gekregen vanuit het coronafonds steunpakket, in dit geval gericht op ouderen. En we hebben de partijen in de stad uitgedaagd om daar een aanvraag in te dienen voor een project. En waar we vooral eigenlijk hun uitgedaagd hebben is van, ga kijken of je vooral die netwerksamenwerking, of in een wijk of op stedelijk niveau of meerdere buurt of wijken, of je daar wat mee kan gaan doen. Daarnaast hebben we ook gekeken van, kun je bijvoorbeeld met technologie en innovatie, kan dat een rol spelen? Of kunnen er bepaalde interventies plaatsvinden waardoor het kan bijdragen aan vermindering van eenzaamheid? En je geeft dus aan ideeën die eenzaamheid zouden kunnen verminderen. Klopt. Geef je vanuit Samen 1 Enschede, Samen 1 Twente, geef je geld? Ja, dat wordt niet zomaar uitgegeven natuurlijk, want het gaat natuurlijk ook weer om gemeenschapsgeld. Er is een adviescommissie. Het zijn eigenlijk allemaal burgers, ook weer verbonden aan Enschede. Maar die ook weer een professionele kijk erop hebben. Bijvoorbeeld het onderwijs. Er was een betrokkenen. Iemand die is betrokken bij dementie. Er zijn verschillende leden van de adviescommissie. Die hebben afgelopen maand 15 ideeën getoetst. Ook meegekeken. Daar wat tips en aanwijzingen voor gegeven. En die kunnen nu in principe 13 van die 15 kunnen uitgevoerd gaan worden. Ja. Om daar een concreet beeld bij te krijgen, een van de projecten die steun krijgen uit jullie pot, dat is de Patmos-oase van de Sint-Jacobus-parochie. We nemen vandaag een kijkje bij de Patmos-oase aan de Haaksbergerstraat. Een mooie tuin en een ontmoetingsplek. Die pater die hierboven woont, verteld. Die zat bij de inlanders van Australië. En die inlanders die hadden allemaal wel een goed inkomen, want die kregen een toelage van de regering, maar die waren hun land kwijt. Het probleem was dat die mensen gingen drinken. En de gemiddelde leeftijd lag zo ongeveer op 45 jaar. En dus de bisschop van de diocese, die heeft hem dus ingeschakeld en gezegd, nou kun je niet zorgen dat die mensen van de drank afkomen. Nou blijkt dat zij van origine allemaal dot paint schilders zijn. Dat wil zeggen dat ze door middel van schilderijen hun ideeën, hun geloof, hun levenswijze tot uitdrukking brengen. En dat heeft hij opgezet. Dus die mensen zijn allemaal massaal aan de dot painten gegaan. Toen hij met pensioen ging, toen kwam hij dus hier in Nederland en toen ging hij dus zelf een dot painting groep opzetten. En heeft hij ook hier de wand heeft hij beschilderd. Wij hebben de tuin opengesteld voor alle mensen uit de buurt. Die kunnen hier dinsdagsmiddags
En donderdagsmiddags komen en die krijgen een kopje koffie of thee. Voor een leuk gesprek onderling, maar ook met ons, dat maakt niet uit. En we zijn gastvrij. Ze zijn van harte welkom. Nou, wij doen dat een beetje omdat we weten dat in Nederland, zoals hij nu draait, er nogal veel problemen zijn die niet boven water komen. Er zijn veel, met name ouderen, maar ook alleenstaanden en ook mensen die dus een wat lager inkomen hebben, die gewoon met de ziel onder de arm lopen en die niet weten waar ze terecht kunnen. Want naast dat we dus dat praatje maken, hebben we ook de mogelijkheden om de mensen verder te helpen. Iedereen is welkom. We zitten hier naast de school. Ouders die op kinderen zitten te wachten omdat de school nog niet uit is, maar ook ouders die de kinderen wat willen laten zien, zijn ook van harte welkom. En hoe loopt het nou? Nou, we hebben gemiddeld, we hebben natuurlijk nu twee coronajaren achter de rug, waarbij afstand gehouden moet worden. Hoewel we wel open zijn, loopt het goed. Dat wil zeggen, we hebben zo'n 8 tot 12 mensen. Per middag hebben we zo bezoek die langskomen. Een gevelteken van de Twentenaren staan. Iedereen is hier welkom, iedereen kan hier gaan zitten, iedereen kan hier meer praten en eventueel zijn probleem op tafel leggen als hij dat nodig vindt. Dit was dus een voorbeeld. Henk, zijn dit voorbeelden waar wij aan moeten denken in dit soort projecten? Ja, het zijn echt hele wisselende voorbeelden. Want het mooie van zo'n kerk is, die heeft natuurlijk ook weer een heel ander soort van netwerk. Maar we hebben echt initiatieven uit alle stadsdelen wel ontvangen. Ik vind ook een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld nu in Glanenbrug gaat onder andere de supportersvereniging, de jongerenwerkers. Die gaan een maatjestraject opzetten om te gaan winkelen met ouderen bijvoorbeeld. Dat ouderen niet meer in hun eentje en dat ze ook daar contact krijgen. In Enschede Zuid bij de posten gaan bewoners tussen de flats van de Lentveldenbrink met een ontmoetingsplek aan de gang. Maar ook vanuit het culturele veld zie je ook allerlei mooie initiatieven. Mensen die van kunst, muziek of cultuur houden, die worden ook gekoppeld aan een soort matchmakers traject. Dat organiseert dan de Kaliber Kunstenschool. Mensen worden er ook speciaal opgeleid, hè, want hoe ga je een gesprek aan en hoe breng je dan muziek en cultuur bij mensen thuis? Dus het is echt ontzettend divers en ik vind het ook best wel verrassend wat voor aanvragen er binnen zijn gekomen. Hoeveel geld, waar moet ik eigenlijk aan denken, zit er in die pot en hoeveel krijgt bijvoorbeeld zo'n oase van Patmos? Ja, het is in totaal 2 ton zat er in de pot en het varieert zeg maar van 6.000 tot 20.000, 25.000 euro per initiatief ook. Afhankelijk van wat ook aangevraagd wordt en ook welk onderdeel werd aangevraagd. Hoe kun je daar, want uiteindelijk, ja, dat is iets wat je bezig wil houden, denk ik. Hoe zorg je dan dat het, als op een gegeven moment is dat geld op, ja, dat de eenzaamheid niet weer terugkeert, zeg maar, dat het een ongoing proces blijft? Ja, dat klopt. Daar hebben we met name ook, de adviescommissie heeft ook gekeken van toetsen, hè, borging, hoe doe je dat dan met elkaar? We hebben eigenlijk ook als voorwaarde gezegd van je moet aan kunnen tonen hoe je dat kunt gaan borgen. Dus het kan niet zo zijn, zeker met eenzaamheid niet, op het moment dat je een winkelmaatjesactie opstart, dat volgend jaar in één keer de maatjes verdwenen zijn. Dus de bereidheid, zowel bij de organisatiesinstelling als bij deelnemers, moet er zijn om ermee door te gaan. Ja, ja. Het is een aanvuur, aanvuring. Het is echt aanjagen, precies. Maar wel met een boodschap van om het te gaan borgen met elkaar. Want en is er nog geld in de pot? Nee, het is echt helemaal op. Dus die 2 ton is echt deels ook overvraagd, zeg maar. De procedure is ook afgesloten. Het moet ook voor 1 januari moet het project in principe uitgevoerd zijn. Dus de aanvragers moeten nu ook aan de bak. Die hebben vorige week bericht gekregen. En die staan nu in de startblokken om te gaan beginnen. En hoe meten jullie ook voortgang op een of andere manier? Want ja, dat is het lastige met eenzaamheid. Ja, hoe meet je dat dan eigenlijk? Ja, nee, kijk, het is natuurlijk niet zo dat wij met vinklijstjes gaan van we hebben nu minder eenzame ouderen. Maar wij volgen dat vanuit het projectteam wel. We brengen ook de initiatiefnemers bij elkaar. En wij volgen dat ook. We gaan ook in gesprek met de initiatiefnemers. We brengen ze ook in contact met elkaar. Wat bijvoorbeeld 2 weken geleden heel mooi gebeurde, hadden we een aantal initiatiefnemers bij elkaar. Nou, de een is met een tuinproject bezig en de ander zegt in Glanenbrug van, goh,
Maar dat zouden wij ook wel misschien in gang kunnen zetten. Hè? Verwaarloosde tuintjes kan een signaal zijn dat dat iemand eenzaam zou kunnen zijn. Vervolgens komt iemand anders weer met een idee van, ja god, we hebben ook wel energiearmoede. Armoede kan ook een oorzaak zijn van eenzaamheid. Nou, er is ook ergens een traject met dubbele beglazing, een apart potje in Enschede. Dus je bent met elkaar aan het mixen en aan het combineren. En dat is ook een beetje de creativiteit en het samenbrengen van de verschillende netwerken. Rob Dieleman, hoe luister je eigenlijk naar al die verhalen? Want we hebben gehoord steun vanuit het cultuurfonds, zeg maar. Steun vanuit een eenzaamheidsbestrijdingsfonds, om het zo maar te zeggen. Er is een wederopbloeifonds. Jij bent aanjager van dit programma, Kracht van Enschede. Hangt een programma omheen. Het gaat over, nou ja, kracht vanuit de Enschedeën zelf, niet per se vanuit de gemeente. Daar moet je blij van worden van al die initiatieven. Ja, ik denk dat een van de positieve dingen die corona ons gebracht heeft. Dat we zagen dat er in de stad heel veel creativiteit en heel veel inventiviteit is. En heel veel taaiheid, veerkracht om de toekomst te lijf te gaan. En de gemeente en de raad die hebben ook niet stilgezeten. Ook de staat niet, hè, want heel veel van deze regelingen worden vanuit de staat gefinancierd. Wederopbloei is door de gemeenteraad in het leven geroepen. Ja, en het is denk ik ook wel de ontdekking dat de gemeente het dus niet alleen hoeft te doen of moet doen. En dat we de afgelopen 2 jaar ook echt dat talent en die creativiteit hebben weten aan te boren. En daar ligt een enorme potentie. Is het alleen maar lofzang of zijn er ook nog wel dingen die je ziet in deze periode die, waar je tegenaan loopt? Ik ben van nature altijd heel optimistisch. Misschien speelt dat ook wel mee. Ja, ik zie eigenlijk, behalve de corona zelf, dat heeft natuurlijk enorm negatieve effecten gehad, ben ik wel onder de indruk van die veerkracht en ook die... Die Enschede vaker heeft getoond, ja, natuurlijk, ja, in de geschiedenis. Ja, dat is zeker. Dat zou je haast een traditie kunnen noemen. Maar ik denk, je ziet het ook wel in de rest van het land natuurlijk. En veerkracht, dat zit ook in de naam van dit programma, de kracht van Enschede. Ja. Het is ook een onderdeel, of dit programma is ook eigenlijk een onderdeel van een grote geheel. Kun je dat uitleggen? Ja, nou dat heeft met die beweging te maken. Eigenlijk, kijk, als je deze stad sterker en mooier wil maken, dan moet je dat vooral samen doen. Waarbij de gemeente een hele belangrijke speler is, maar zeker niet de enige. En dat is eigenlijk ook wel de oorsprong van de opdracht geweest, van ga op zoek naar die ideeën en initiatieven in de stad. En waar je kunt, proberen samenwerking te organiseren. Nou, daar heeft dit programma aan bijgedragen. Er zit eigenlijk hopelijk nog meer in het vat. Ik vind zelf dat dit programma hartstikke mooi is. Maar we zouden ergens in de stad, liefst in de loop in de binnenstad, een ruimte moeten hebben waar mensen heel makkelijk in en uit kunnen lopen. En samen kunnen werken en kunnen nadenken over de toekomst van de stad. Ik denk dat je daar in één klap heel veel doelen kunt bereiken, waaronder jullie verhaal, het bestrijden van de eenzaamheid. Ik denk dat zo'n fysieke ruimte daar ook een hele goede rol in kan spelen. Ja. Ik vraag me altijd een beetje af in hoeverre dat echt lukt om iedereen te betrekken. Hè? Want er zijn ook wel ideeën, voor nu is er een idee-actieplan binnenstad. Hè? Denk mee over hoe de binnenstad van Enschede eruit moet zien. Toch altijd het idee dat het bepaalde mensen zijn die dan weer meedoen. Ja, en absoluut. Dat er ook heel veel, duizenden... Tienduizenden Enschedeërs het allemaal wel prima vinden. Nou, dat is gewoon knalhard waar. En als je iedereen erbij wil betrekken, dan moet je je stinkende best doen. En bij een hele grote groep moet je erop afstappen. En ik denk dat ik ben wat dat betreft ook heel blij dat er ook weer een aantal buurthuizen weer actief zijn. Die zijn de afgelopen jaar gesloten. Die gaan weer open. Dus overal in de wijken komen nou die ontmoetingsplekken. Ik denk dat dat ongelooflijk waardevol is. Vind je dat ook trouwens, Henk? Nou, deels wel, deels niet. Het mooie vind ik, ook als ik even weer vanuit de eenzaamheid... Want wij hadden eigenlijk verwacht, het zijn allemaal altijd weer dezelfde die gaan aanvragen. Maar het voorbeeld wat jullie net in het filmpje lieten zien... Dat was een partij of een netwerk wat je nooit nog in beeld had, wat nu actief gaat worden. Nou, hoe mooi kan het zijn? En wij willen dat ook een vervolg geven door met name in de stadsdelen ook nog wat kleinere initiatieven te koppelen aan bewustwording van eenzaamheid. Om ook de bevolking daar wat meer in te activeren. Dus dat het niet alleen maar blijft bij de bestaande partijen. En daar geloof ik dat de kracht van Enschede
een hele mooie aanjager is. En dan zal misschien driekwart zal het altijd dezelfde zijn of dezelfde mensen, sleutelfiguur organisaties. Maar laten we dan die kwart op gang brengen waar dan wel nieuwe energie in zit. Ook bij deze projecten, en daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest, zijn we ook echt naar mensen en partijen toegestapt om ze erop te wijzen dat die regelingen er zijn. En ik zit ook even te denken wat 120 heeft gedaan voor de verkiezingsperiode. Echt met de reportagewagen de wijk in. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Daarmee kun je ook heel veel losmaken. Ja. Ik denk als je hier in het Balengebouw blijft met de deuren dicht, dat je dit niet zomaar in beweging krijgt, laat staan dat je het in beweging houdt. Nee, je moet echt de straat op en om te voelen wat er leeft. En alleen al dat zien wij in ieder geval, geeft mensen in ieder geval het idee van hey, ik stem niet alleen, even over de verkiezingen gesproken, maar ik bepaal ook de agenda van de politieke partijen wat meer betrokkenheid geeft. Rob, in die afgelopen 12 uit mijn hoofd even afleveringen van Kracht van Enschede is er heel veel voorbij gekomen. Ja. Eenzaamheid was een onderdeel daarvan. Maar we zagen net Fonds Wederopbloei. We hebben gesproken over de studentenstad. Over opgroeien in Enschede. Nou, ik pik er zomaar wat uit. Dat is een soort van explosie van ideeën voor Enschede of hoe het ermee gaat. Ja. Wat heb je daarmee gedaan? Wat we hebben geprobeerd, en dat hangt ook samen met een aantal andere trajecten die tegelijkertijd liepen, is dat we het geluid van de stad hebben opgehaald. We hebben dit programma, jullie hebben natuurlijk Ik teken voor 80 gedaan. Er zijn een aantal enquêtes geweest in de stad. En al die reacties zijn verzameld. En daar is een team van de gemeente op gaan zitten. Die heeft daar een soort analyse op gemaakt. En vervolgens is die analyse voorgelegd aan een aantal creatieven. En die hebben daar beelden van gemaakt. De dromen voor de stad. Nou, die kunnen we er wel even bij pakken weer. Ja, dat is eigenlijk vlak voor de verkiezingen zijn die opgeleverd. Het zijn 5 beelden. Mm-hmm. En in feite zijn die beelden tot stand gekomen doordat al die reacties uit die analyse zijn gesorteerd. En dat leverde eigenlijk deze dromen op. Het zijn 5 kerndromen die je zeg maar daaruit hebt kunnen. Ja, deze komen echt uit de stad. Die zijn dus ook echt van de stad, van de inwoners. En niet van de gemeente, om dat misverstand maar gelijk weg te nemen. En wat we een paar weken geleden hebben gedaan, en dat kan nog steeds. Iedere inwoner van Enschede kan zijn eigen top 3 van deze dromen samenstellen en insturen. Oké. Okay. Ja. Okay. Misschien kunnen we eens stuk voor stuk bij langs gaan, eventueel. En kun je dan uitleggen, Rob, misschien is het duidelijk genoeg, maar misschien vraagt het nog wat duidelijkheid. Wat is dit voor droom? Ja, dit is de schone en veilige stad. En dat zie je, dit kwam ook echt uit de enquêtes. En ook uit het programma is het hier ook aan tafel gekomen. Dat er behoefte is aan bij sommigen voor camerabewaking, voor meer politie op straat. Voor het bestrijden van de drugscriminaliteit. En er zitten zelfs nog 2 drones in de lucht om het helemaal af te maken. Ja. Maar het moet veilig worden op straat. Mensen moeten zich op hun gemak voelen. Ja. Dat is deze. Een van de belangrijkste thema's ook deze verkiezingen. Ja, veel partijen ook voor de komende jaren. Ja. Nou ja, groen en duurzaam wordt heel veel genoemd. Dit hebben we heel vaak gehoord. De stad moet groen worden. Terwijl de stad al heel groen is eigenlijk in vergelijking met andere steden. Nou ja, het duurzaamheidsverhaal volgt daar gelijk op. Meer ruimte voor de fiets, meer ruimte voor niet-fossiele energie. Ja. Dus de windmolens, de zonnecollectoren. En netjes omgaan met je afval, dus afvalscheiding, dat soort zaken. Dat zit heel sterk in deze droom. Nou, de innovatieve en ondernemende stad, die komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is Enschede ook al een tijdje. Hoe kan het ook anders? Ja, precies. Met de UT en Saxion en het ROC hier. Ja, ja. Die zitten dus ook in dit beeld. En dit wordt ook heel vaak genoemd door mensen. Dit vindt men belangrijk. En ook de relatie met Duitsland, heel subtiel zie je. Bordje Duitsland. Dus daar wordt dat kwam ook uit de enquête. Ik zie hem niet. Waar zit hij? Oh, hij zat rechts in beeld. Je ziet hem haast. Oh ja, ja, ik zie hem, ja, de blauwe. Ja, ja. Ja. En de volgende is de sociale stad. Nou, uiteraard is dat ook een hele belangrijke. Dat mensen met elkaar
om kunnen gaan. Ook dat er veel ontmoetingsplekken moeten Henk, komen. Dat is waar Henk kwam zin. Ja. Ja, hoewel ik het ook wel het mooie vind. Het heeft ook alweer allemaal met elkaar te maken. Ja, hè? Ja, precies. Als je het hebt over een groene, gezonde leefomgeving, heeft het ook weer met de sociale stad te maken. Dat zag je in het programma ook steeds. Alles heeft met elkaar te maken. Ja. Als je het hebt over studentenstad, komen daar ook onderwerpen als wonen, groen, en in een socialere stad, waar nou ik al het omgezien, zal het ongetwijfeld veiliger worden. Ja. Tenminste, gut feeling. Ja, maar ik denk dat dat klopt, ja. Nou, en even kijken, de laatste is de bruisende stad. Dat ja, dat is deze. Wat zeg je? Dat spreekt mij wel aan. Ja, ja. Dat zie je. Deze kwam vooral van de jongeren af. Ja. Gochbot, hè? Ja. Toch? Ook daar hebben we wel. Dit zijn op zich niet eens hele nieuwe dingen. Want dit gebeurt eigenlijk al in de stad. Maar dus de stad geeft nou terug van ja, dit vinden wij belangrijke beelden. Nou, en we vonden het te eenvoudig dat je er maar één mag kiezen. Dus je mag er twee kiezen. Nee, om het nog gekker te maken, je mag er drie kiezen. En het idee is dan dat we een soort top 3 voor Enschede krijgen. En samen met de resultaten van die gemeenteraadsverkiezingen gaat die top 3 naar de raad. De raad zit nu in overleg. Ze hebben deze beelden al. Maar dan krijgen ze ook te horen wat de top 3 is. Ja, ik zie dat die website even in beeld komt, om te benoemen. Hè? Dus als je, doe mee. Hè? Ja. Vooral als je jezelf Enschedeën voelt. 120.nl/dromen, dan kun je die top 3 aangeven. En die gaan dus, dat pakket ga je aanleveren bij de mensen die het beleid bepalen in de stad. Ja, ook om, in feite is dat ook op verzoek van de raad zelf. Of vooral ook op verzoek van de raad. Die zegt, laat ons weten wat de stad belangrijk vindt. Nou, we hebben voor deze vorm gekozen. En dan ga je ze dan ook met hooivorken achterna zitten daarna? Nee. Het is echt zo, we hebben dat ook gezegd. Zij mogen daar uiteindelijk mee doen wat ze willen. Maar je moet wel voor goede huizen wezen om dit naast je neer te leggen. Rob, Dieleman, dankjewel voor dit pakket wat je nu zo hier neer hebt gelegd. Henk Abels, ook voor jullie initiatief succes met het voorkomen, dankjewel, als het even kan. En anders ook bestrijden van eenzaamheid in de stad en in de regio. Met deze wrap-up van Rob Dieleman zijn we ook aan het einde gekomen van deze soort van eerste serie van Kracht van Enschede. Heel erg bedankt voor het kijken. En wat ons betreft heel graag tot binnenkort. Tot binnenkort.